De overheid heeft $3 miljoen aan grens van Japan gekregen om pompgemalen in Suriname in orde te maken. Dit bevestigde minister Riad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag tijdens een veldbezoek bij het pompgemaal van de Sommelsdijkse Kreek naast het kabinet van de president. De bewindsman zegt dat er een groot project van rehabilitatie van pompgemalen en sluizen is gestart, waarbij Paramaribo nu wordt aangepakt. Dus dit is een groot rehabilitatieprogramma dat start vanuit de waterkant, alle pompgemalen, Drambrandsgracht, Morgenstond, Leonsberg. En we zijn vandaag hier bij Sommelsdijkse Kreek. Zo net waren we bij de Drambrandsgracht. Dat is een pompgemaal dat bijna 20 jaar niet heeft gewerkt. Dus vandaar dat gebieden als Albergastraat, AZP, Leger, Defensie onder water liepen 1 meter, 2 meter water. We staan hier bij Sommelsdijkse Kreek omdat onder andere dit gemaal en een aantal andere gemalen geselecteerd zijn. Deze zijn aanmerking gekomen voor de GREN, dat is heel makkelijk gezegd sponsoring van, hoeveel miljoen was het? $2 miljoen door de overheid van Japan. Dat was naar aanleiding van de oproep van wateroverlast. Hadden we internationale hulp gezocht. Dus de Japanse overheid heeft gezegd, we geven alvast $2 miljoen. Als het goed gaat, zijn we bereid te gaan verlengen, want de nood is hoog. Tijdens het veldbezoek werd duidelijk dat slechts één van de pompgemalen bij het gemaal aan de Sommelsdijkse Kreek in werking is. De minister geeft aan dat deze op de hoge prioriteitenlijst staat. Lena Natsuki Murato van Japan International Cooperation System, die met de Japanse delegatie is afgereisd voor oriëntatiebezoeken, zegt dat het de bedoeling is dat ontwateringsbeheer in Suriname verbeterd gaat worden via de gegeven grens. We came here to make the improvements for the life and the security of the people in Suriname and to make this Japanese grant for the people, for the Republic of the Suriname, and renovate these pump stations and make the floating risk less and make the life of the people in a better way. Yeah. Minister Noor Mohammed gelooft dat Japan Suriname veel kan assisteren in waterbeheer, omdat dat land gespecialiseerd is in oplossingen bij overstromingen en waterinfrastructuur. De Japanse vertegenwoordiger zegt dat de